En dan is het zover. Almere heeft een eigen monopoliespel. De allereerste editie van Monopoly Almere is gistermiddag gepresenteerd. Burgemeester Frank Weerwind nam het eerste exemplaar in ontvangst. De Soroptimist Club Almere heeft het initiatief genomen om het spel te ontwikkelen. Maar dat was nog best wel wat werk. Je moet alle partners bij elkaar zoeken die mee willen spelen, mee willen doen, een straat willen kopen. En het moet representatief zijn voor heel Almere. Dus je moet alle gebieden en wijken van Almere ook daarin hebben. In totaal zijn er 3450 spellen gemaakt. Een deel van de opbrengst hiervan gaat naar een Almeers goed doel, het Oranje Huis. Wij fundraisen altijd voor goede doelen die betrekking hebben op de positie van de vrouw. We proberen de positie van de vrouw wereldwijd te verbeteren. Omdat het Almeers monopoliespel is, wilden we ook heel graag een Almeers doel. In de 22 vakjes op het monopoliebord is een zo goed mogelijke afspiegeling van Almere gemaakt. Lokale ondernemers zijn trots dat ze erop staan. Ik doe verschillende dingen mee. Eerst is natuurlijk de trots van Almere. Almeerse Monopoly, daar moet je me aan meedoen als ondernemer. Tweede is ook wel heel erg zo'n optimistenclub en het goede doel. Dat draag ik allebei een heel warm hart toe. Het Oranje Huis, educatie zodat mensen weer een baan kunnen krijgen en economisch onafhankelijk kunnen worden. Ja, dat vind ik gewoon fantastisch. Dat vind ik gewoon heel belangrijk. Dat heeft ook te maken met mijn werk. Wij zitten in en op het monopoliespel. Wij zijn er ook enorm trots op dat we met Voice Works erop staan. We zijn een lokale ondernemer in het MKB en dragen graag een steentje bij in de lokale economie. En vandaar dat we op het spel staan. De kans bestaat dat er nog 2000 extra exemplaren van het spel op de markt komen.